landschapsfotografie hebben we vaak te maken met grote licht-donker contrasten. En om dat licht en donker goed in balans te brengen, kun je gebruik maken van filters. In de landschapsfotografie worden vaak drie type filters gebruikt. De circulaire polarisatiefilter, de grijs verloopfilter en de volledig grijsfilter. De grijsfilter is een filter die over het hele vlak volledig donker is. En daarmee kun je in relatief lichte omstandigheden toch gebruik maken van lange sluitertijden. Bij een grijs verloopfilter heb je dat een deel van de filter donker is en een deel licht, waardoor je grote licht-donker contrasten tussen bijvoorbeeld de lucht en de voorgrond heel mooi in balans kunt brengen. De polarisatiefilter filtert een heel speciaal soort licht weg, namelijk gepolariseerd licht. En wat je daarmee kunt doen is reflecties van wateroppervlak weghalen of bijvoorbeeld de blauwe lucht een stuk donkerder maken. Wanneer ik bezig ga met landschapsfotografie, begin ik altijd met mijn compositie. En als ik daar tevreden over ben, dan ga ik kijken, afhankelijk van de lichtval en de omstandigheden, welke filters ik nodig heb om het beeld te krijgen. En misschien zelfs in combinatie een aantal filters moet gaan gebruiken. Elke filter heeft zijn eigen doel en zijn eigen voors en zijn eigen tegens. De enige manier om daar goed mee te leren werken is vooral op buiten te gaan en aan de slag te gaan. Dus laat je niet weerhouden door welke lichtomstandigheid dan ook. Dankzij de filters kun je elk moment van de dag aan de slag.